TV On Tour is aangekomen op het Minervum in Breda. Want daar zit de ontvangstruimte en de startruimte van Ad Ballon. De ballonvader van Breda, mogen we wel zeggen. En er is hier een heel museumpje ingericht. Bij mij zit John Schone. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een museum over de ballonvaart in Breda. Waarom is er een museum over de ballonvaart in Breda? Nou, zoals de meeste mensen weten dat Ad Ballon Breda is, om het zo te zeggen, denkt men dan ook waarschijnlijk wel van, er is een museum, dus het zal met Ad Ballon te maken hebben. Maar het gaat verder als Ad Ballon. Het gaat er namelijk om dat het dit jaar, 50 jaar geleden is, dat de eerste hete luchtballon in Nederland gevaren heeft. En ik dacht altijd dat ze in 1700 al met ballonnen de lucht in gingen. Om precies te zijn, 1783 in Frankrijk in het Bois de Boulogne van de gebroeders Montgolfière, die hebben dat voor het eerst toen gedaan. Ja. Maar daarna, twee weken later, kwam de eerste gasballon. En toen is eigenlijk al die jaren daarna zijn het steeds gasballonnen geweest. Dus tot zeg maar het begin jaren 60, dat vanuit Amerika via Engeland is het deze kant uitkomen. En toen zijn het hete luchtballonnen geworden. En toen hebben we ontdekt dat dus met bepaalde stof, nylonstof en een brander, dat ook prima varen is met een ballon. Ja, en de eerste hete luchtballon in Nederland die steeg op, dat was al best dichtbij Breda. Het was nog niet helemaal Breda, maar... Nee, de oorsprong is wel Breda. Kijk, als je zegt voor hier in de omgeving de baronie van Breda, dan hebben we het wat ruimer. Die eerste ballon die steeg op vanaf het vliegveld Zeppen. En daar, dat was toen nog een Engelse ballon. En twee maanden later hadden we toen onze eerste echte Nederlandse hete luchtballon. Ja. En wanneer kwam Ad Ballon nou precies in het spel? Nou, Ad Ballon, oftewel eigenaar Ad Haarhuis, kwam wel vrij snel in beeld. Maar dat was toen nog een jonge jongen die samen met zijn vriend, Jan IJzermans junior, zijn vader ging helpen, Jan IJzermans senior, die de organisator was van toen van de ballonvaart. Ja. Hij was niet de piloot, maar hij was wel de organisator. Nou, zo kwam Ad er een beetje mee in aanraking. En dat duurde zo nog een beetje door, totdat dat clubje ook ontdekte. We hadden alleen maar piloten die uit het buitenland moesten komen. We hadden nog even gedacht, misschien wilden de gasballonvaders hete luchtballonvader worden. Maar dat zagen ze niet zitten, want dat vonden ze toch niet zo fijn om te varen in feite. En toen is dus gevraagd van wie van die jonge jongens die aan het helpen wil misschien een ballonbuffet halen. Nou, toen stak Ad zijn vinger op. En zo is Ad nu dus 45 jaar gebrevetteerd ballonvaarder. Ja, we kijken hier uit over een ballon en daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Ja. Een oranje ballon zie ik. Ja, op 24 juli 1970 heeft deze oranje-witte ballon, de PH Ben, zijn eerste vaart hier in Nederland gemaakt. En dat was dus ook de eerste Nederlandse luchtballon. En die ballon is nog steeds luchtwaardig. Wij varen daar af en toe nu ook nog steeds mee. Het is ook een historisch luchtvaartuig op dit moment. Ja. John, als je ballonvaren, hete luchtballonvaren van 50 jaar geleden met nu vergelijkt, is er veel veranderd? Ja, dan is er een heel groot verschil. Dat zien we ook als we met deze oude PH Ben weer op pad gaan. Dat er een enorme verschillen zijn. Enkele belangrijke verschillen die je zo kunt noemen. Bij deze ballon hebben we een helm op als we daarmee varen. Waarom hebben wij een helm op? Omdat deze ballon heeft geen stokken wat je bij andere stokken die de verbinding vormen tussen de mand en de brander. Oh ja, ja. En hier is dat alleen kabels. Dus dat is al een heel groot verschil. In die tijd werkte ook zonder ventilator om de ballon eerst met koude lucht te vullen. Dus dat betekende dat er koelleden stonden te wapperen aan de stof. En als er dan een beetje voldoende lucht in zat, dan was er iemand die ging erin staan, aan de zijkant staan, hield hem een stuk open. Ja. En dan probeerde de piloot daar langs te branden. Ja. Die persoon die erin staat, die noemen we Cremation Charlie. Ja. Ja. En zo heb je dus een aantal verschillen. Ik heb bij de rondleidingen van de tentoonstelling zeker altijd van, nou, ik kan zo'n 15 verschillen opnoemen in totaal van ballonvaren nu en toen. Ja. Een brandende vraag. Twee brandende vragen. Is het gevaarlijk, ballonvaren?
Nou, het is mooi, hè? Een brandende vraag bij ballonvaren. Ja. Want we hebben heel veel brand nodig. Nee, ballonvaren is zeer veilig. Maar dat heeft ook zeker te maken met alle veiligheidsvoorschriften en keuringen waaraan en voorwaarden waaraan ballonvaren in zijn algemeenheid moet voldoen. Ja. Als je hoogtevrees hebt, dat was brandende vraag 2. Ik noem hem nog maar even. Nee, heel bijzonder. In een ballon ben je vrij van de grond, om het zo te zeggen. En dan ben je ook letterlijk vrij. En dat betekent dat je geen hoogtevrees hebt. Wat je anders wel hebt als je met dat laddertje tegen het huis omhoog gaat. Dat je daar met knikkende knieën. Het enige waar ik dan zeg van, wat mensen soms dan even vergelijkbaar noemen. Maar dat is veel meer, ze stappen in de mand en ze weten eigenlijk niet wat hen te wachten staat. En dan is het meer een beetje, het is het onbekende. En dan zie je vaak na een paar minuten, zie je de mensen ook gewoon lekker rustig worden en alleen maar genieten van het uitzicht. Wat is voor jou de kick van ballonvaren? Het mooie van ballonvaren vind ik, je weet waar je opstijgt, maar je weet niet waar je straks eindigt. En dan ergens na afloop in een veld met de gasten samen het glaasje staat te drinken en dan ideaal met de ondergaande zon erbij, dan heb je een prachtig moment. We zijn vroeger met ETV met bewoners heel vaak bij de ballonfiesta geweest. Die is niet meer. Maar daar ben ik eigenlijk wel een beetje verliefd geworden op de special shapes. De hele bijzondere ballonnen. En dat doen jullie ook hier in de tentoonstelling iets bijzonders mee. Ja, wij hebben alle special shapes uit 50 jaar Nederlandse ballongeschiedenis. Hebben we bij elkaar gehangen. En uit dat overzicht vragen we om elke bezoeker zijn 3 favoriete, zijn mooiste special shape op te schrijven. En we hopen zo dat we op het einde van dit jaar, het jubileum. Jaar 2020, dus te kunnen aangeven wat de bezoekers van de tentoonstelling uiteindelijk de mooiste special shape uit 50 jaar ballongeschiedenis vinden. Ja, zonder nou die mensen te beïnvloeden, wil ik toch even van jou weten, wat vind jij de mooiste special shape? De mooiste special shape, bijzondere, er zijn er eigenlijk meer. Eén die op dit moment ook nog regelmatig heel de wereld overgaat, is natuurlijk de Van Gogh ballon. Ja. Dat is een hele mooie special shape. Eén die op dit moment niet meer vaart, maar die ik persoonlijk wel heel leuk vind. Ook denk ik kinderen heel erg aansprak. En dat noemen we de ballonnetjesballon. Met allemaal kleine ballonnetjes was er één grote ballon gemaakt. En dat is ook voor kinderen altijd heel spectaculair. We hebben het steeds over een expositie. En dat doet een beetje vermoeden dat je hier zomaar binnen kan lopen. Maar ik proef een addertje onder het gras. Nou ja, is er een addertje onder het gras, dat heet corona. Ja. Waardoor we toch dingen beter moeten regelen dan dat we dat van tevoren misschien gewend waren. Maar we wilden ook zorgen dat de mensen hier de tentoonstelling op de juiste manier kunnen beleven. Het is niet alleen kijken, wij geven er ook een stukje rondleiding bij. Waardoor dan ook ruimte is om de verhalen van vroeger, om die ook te vertellen. De verhalen en de anekdotes, die maken samen met datgene wat je kunt zien, maken de tentoonstelling. En dat betekent dat wij er dus voor hebben gekozen om eigenlijk alleen maar op afspraak te werken. Ja. En dat is voor groepen van tussen de 6 en 12 personen. Die willen we ontvangen. Je stuurt een mailtje naar Adlon en je geeft een datum aan en we gaan kijken of we je op die dag kunnen ontvangen. Ja. En dan hoef je niet per se ballon te gaan varen, je kunt alleen de expositie ook doen of je kunt ook in combi doen. Je kunt het in combi doen, maar je kunt ook zeggen, ik wil alleen maar naar de expositie komen, want we hebben een leuke activiteit met een aantal gezinsleden of met vrienden. Dan kun je gewoon een middagje, kun je ook hier op die manier doorbrengen. Ja. Dankjewel.